Vanmorgen luisteren we naar twee verhalen. Een Bijbelverhaal en ook een vrij verhaal. Het Bijbelverhaal zal verteld worden door dominee Visser en het vrije verhaal door mevrouw Post. De zomer gaat voorbij. En in Israël gaat het na de zomer altijd geweldig regenen. Want daar moeten de boeren het van hebben. Maar het begint niet te regenen. En al die weken was het elke morgen kurkdroog. Waar is Elia? Iedereen haalt zijn schouders op. Het ging natuurlijk al als een lopend vuurtje. Elia, waar is die eigenlijk? Hij heeft het gezegd, na zijn woord. En hij heeft erom gebeden, dat staat aan Jacobus 5. Ja, waar is Elia eigenlijk? Van Elia bij de beek Krit. Hij moest ook op de vlucht voor koning Agab. En God bracht hem bij de rivier, bij de beek Krit. En er was geen eten. Maar God stuurde de raven. En toen was er wel eten.